Stroovleugel uit 1926, gebouwd in Parijs, geheel gerevisieerd met topmateriaal, topkwaliteit materiaal. Ik ga hem demonteren en ik zal zo snel mogelijk even laten zien hoe hij eruit ziet. De lessenaar staat de naam ook in. Heel mooi. Gavo. De klankkast is helemaal gerestaureerd. Uitgedroogd, gespied, gelakt. Panzerraam, spoten. Opnieuw besnaard. Wortelnoten. Dempers. Originele. En nu ga ik even het mechaniek eruit halen. Hij heeft ook een bolduk stemblok. Heel mooi met een fineel laagje erop. Een topkwaliteit bolduk uit Canada. Beste kwaliteit. Dus hij gaat weer twee generaties mee. En dan hebben we hier het mechaniek. Ivoor klavier. Hamertjes. Zijn helemaal vernield. Hamerstelen, vernield. Rennenhamerkopper. De mechaniek is helemaal nagekeken. Helemaal nieuw staat. En mag hij er toch weer in. Deze vleugel is €22.000. Een heel mooi authentiek instrument. Ik ga ook nog even het kastwerk laten zien, wat ik zo leuk vind. Het zijn allemaal die kleine dingetjes. Die zie je niet, hè, tegenwoordig. Ik ga nu even de klep dicht doen. Als het nou te hard is, hè, dan doen we de klep dicht. En dan zetten we hem half stok. Het kleine. Heel leuk. Is die goed? Ja. Dan iets, het geluid iets meer naar voren mag. Dan hebben we hier nog een stokje. Als je denkt van kinderen die lekker televisie kijken. Ik wil die vleugel zelf horen. Heel gezellig. Al het geluid komt naar je toe. Is toch leuk? Bassen, milde discant en heel veel dynamiek. Dat was de cover. Bedankt voor het kijken.